Goedendag, Frank de Blanke hier. Nou, vandaag in deze video heb ik Volkert uitgenodigd, naar mijn mening een van de beste fysio's in Nederland. Omdat ik dacht, nou, blessures vorige onderwerpvideo's werden goed ontvangen met tips en trucjes ervoor. Laten we nog wat meer doen en ik wil met Volkert vandaag over de elleboog gaan hebben. Ik kom regelmatig in een coaching voor, tennis elleboog, golf elleboog, veel klachten erbij. En ik denk, nou Volkert, wat is de voornaamste reden waarom mensen daar klachten krijgen? Nou Frank, ik denk als je kijkt de voornaamste reden waarom mensen klachten krijgen, is niet zozeer dat ze een probleem hebben in de elleboog, maar ze voelen in de elleboog dat ze een probleem hebben. En veel vaker is het een nek-schouderprobleem. En de reden daarvoor is, de aansturing komt vanuit de nek naar de elleboog toe. En op het moment dat de aansturing verstoord raakt, krijg je verkramping. De zenuw die daar overheen loopt, die komt onder druk te staan. En dat lichaam wil zichzelf gaan beschermen. Ja. En dat beschermen is het verkrampen van de weefsels die eromheen zitten. Dus wat we eigenlijk willen doen, is vooral kijken, is de schouder en de nek, doen die wat ze moeten doen. En op het moment dat we daar wat doen, zie je eigenlijk direct een afname van de spanning in dat gebied. Oké, voor de mensen die nu kijken, je geeft aan het schouders en nek doen wat ze moeten doen. Hoe kunnen we dat controleren? Hoe weet ik of mijn schouder en nek doen wat ze moeten doen? Nou, dat is heel makkelijk. Als we gaan kijken waar zit die aansturing, kun je ze omdraaien. De aansturing voor het gebied bij de elleboog zit, als je kinders op de borst legt. Als je gaat voelen bij jezelf, heb je hier een knobbel die steekt het meeste uit. En net daarboven, daar komt het merendeel van de aansturing voor de elleboog. Dus wat we dan kunnen doen, hè, dus als iemand een tennis elleboog heeft, een golfers elleboog. En vaak zie je als je arm strekt en knijpt, zo, oh ja, dat doet pijn. Dus op het moment dat je dat hier doet en zegt, knijpen, hey, dat is gevoelig. Of als ik een bepaalde oefening doe. En wat je dan kan doen, kin even op de borst. Je zoekt een wervel op en je wil er eigenlijk eentje boven gaan zitten. Mag je hoofd omhoog en dit kan je bij jezelf doen. Want als ik aan Frank vraag, kan je je hand hier er eens opleggen. Hier zit de knobbel. Je legt twee vingers er net overheen. Hoofd iets omhoog, zodat die weefsels ontspannen. En dan trek je met de vingers de wervel opzij. En als je hem hier opzij trekt, open je het gewricht waar die zenuw naar de arm loopt. Als je nu nog een keer knijpt, dan denk je, hey, dat voelt veel beter, of ik voel het bijna niet, dan weet je vrij zeker, hier zit iets wat invloed heeft op daar. En dat geldt ook voor golfers elleboog, al zit die vaak net iets lager. Dus wat je kan doen, pak zo'n wervel, zoek bij jezelf, draai maar voor, zoek bij jezelf even op, waar zit die knobbel, ik ga er eentje boven, die trek ik naar één kant toe, dan kijk ik, nee, die niet, pak er maar eentje boven, nee, die ook niet. Eentje eronder, hé, hey, dat is beter. Als je die hebt, dan hou je hem vast en dan ga je de arm bewegen omhoog. En waarom werkt dit? Als je de arm beweegt, draait je schouderblad mee. Hier zie je Frank's schouderblad, als je de arm omhoog doet. Het schouderblad draait mee naar buiten. En vanaf het schouderblad lopen allemaal spieren naar de nek, naar de schedel toe. Dus op het moment dat dat gebeurt en hier staat spanning, dan wordt die nek in elkaar op die manier getrokken. Dus je krijgt die druk. Als ik hem hier tegenhoud, voorkom ik dat die zenuw in elkaar geduwd wordt. En dat is de manier waarop je dit bij jezelf kan testen. Oké, als ik dat ga doen, hoe zorg ik dan uiteindelijk daarmee dat mijn klachten weggaan? Nee, dat is het belangrijkste wat mensen denken willen weten. Tuurlijk. Dus wat je eerst wil doen, is zeker weten, ah, het komt uit dat gebied. Zo'n oefening, als je hem hebt en merkt, hey, als ik nu knijp, gaat het goed. Of hey, als ik er nu op druk of met een gewichtje beweeg, heb ik geen last meer van die binnenkant van de elleboog. Als ik hem hier dan heb en ik heb 10 keer die beweging gedaan, ga ik hem nog een keer bekijken. Hé, dat is wel beter. Dan ga je het nog een keer herhalen, dus je gaat in setjes werken. En doe dan in eerste instantie 2, 3 keer 10 herhalingen. En doe daarna de oefening waarbij je de kwaliteit van de beweging zo groot mogelijk houdt. Oké. En op termijn, hoe vaak moet ik dit dan doen om de klachten te laten verminderen totdat ze op een gegeven moment zelfs weggaan? Ja, het is voor sommige mensen is het letterlijk 1 keer. Letterlijk 1 keer. Voor andere mensen is het misschien iets langer. Want ja, het zou ook kunnen dat er nog andere stoorzenders omheen zitten. Ja. Denk aan onvoldoende stabilisatie van je schouderblad. Of andere problemen in de nek, waardoor dat lichaam steeds weer in die verkramping gaat zitten. Nou, heb je nog andere tips voor dit gebied dat je zegt van oké, hier wil je ook aan denken of daar wil je ook aan denken om dit op te lossen, om dit te verbeteren? Ja, het is als je last hebt in dat gebied, is een van de oorzaken, zeker als je traint, zit hem heel vaak in de uitvoering van je oefening. Dus wat je wilt doen,
is je wil zorgen dat je tempo laag gaat. Tempo laag, kwaliteit van beweging hoog. Ja. En een grote bewegingsuitslag heeft de voorkeur, tenzij je daar pijn in krijgt. Ja. Ja. Dus je wil, makkelijk uitgelegd, je wil controle houden op de beweging. En je wil gewoon kijken, inderdaad, kan ik de hele beweging maken of moet ik hem beperken? Omdat als ik nu door zou strekken, ik pijn krijg. Dan doe je misschien alleen een deel wat geen pijn doet. Dus het belangrijkste wat je denkt om te willen houden, het mag nooit meer pijn gaan doen. Dus stel, 1 is geen pijn, 10 is heel veel pijn, het is nu een 3. Het mag nooit een 4 worden. Als je dat voor jezelf onthoudt, zie je denk ik een heel goed punt. Heb je nog andere dingen die je graag zou willen toevoegen voor de ellebogen? Ja, nou ja, ik denk precies wat je nu zegt. Hè. Het gaat vooral om het herprogrammeren van de aansturing. Ja. En wij zijn zo gefocust op, oh ja, ik voel hier zoveel spanning zitten. En we zeggen het ook, het zit helemaal vast. Maar zit het ook vast? Of zet het lichaam zich vast? Ja. En meestal is het het tweede. En hoe weet je dat? Als het vast zit, dan maak je het los. En weet je hoe vaak? 1 keer. Ja. Als het dan los is, dan zat het vast. Maar meestal is dat het niet. Ja. Ja, de analogie die ik vaak gebruik in mijn gedachtegang is, je zit op een stoel met 4 poten. En wat er eigenlijk gebeurt, 1 van de 4 poten werkt niet. Waardoor die andere 3 meer spanning krijgen en dus vast gaan staan. En dat is wat je voelt, omdat het keihard is. En wat hij dus nu eigenlijk aangeeft, we zoeken de 4e poot op. En die zetten we aan. En dan gebeurt de kracht verdeeld en dan laat het in 1 keer los. Dat is eigenlijk de makkelijke manier als je wil nadenken wat er daadwerkelijk gebeurt om het op te lossen. Correct. Ja. Ja. Als mensen meer informatie van jou willen vinden, van oké, okay, ik wil een keertje langs bij jou komen, ik wil hier even naar kijken. Waar kunnen ze je vinden? Hoe werkt het? Als mensen langs willen komen, kan dat via een afspraak op de website. Dat is www.frdk.nl. Daar kan je online een afspraak maken. Je kan ook even een mailtje sturen. Ik ga binnenkort ook starten met nieuwe trainingen, cursussen, ook voor trainers. Juist waarin we dit soort dingen gaan meenemen, omdat veel meer mensen dit moeten weten en doen, want het werkt gewoon heel snel. Ja. Ik zal voor de makkelijkheid, zal ik het ook even allemaal in de beschrijving zetten, want het is een best uitdagende naam. Zodat je niet fout kunt krijgen, lekker klikken, lekker makkelijk. Nou, Volker, ik wil je sowieso bedanken voor je tijd. En we gaan nog een aantal meer video's opnemen, die zullen we in de playlist neerzetten, zodat je allemaal terug kan kijken. Dus die gaan we zo meteen opnemen. Ik wil je sowieso bedanken voor het kijken. Vond je de video waardevol, laat even een duimpje achter. Heb je nog vragen hierover, laat hieronder een reactie achter. En abonneren, en dan spreken we snel weer. Tot dan.